Heel goedemorgen, lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer donderdag. Ja, wat blijft de tijd, hè? Het is ook alweer 15 augustus en we leven om 11 uur 13. En dat allemaal in het jaar 2019. Ja, waar blijft die oude tijd? Net zoals qua muziek. De muziek van vroeger was ook vele malen mooier. Maar oké, doet er niet toe. Ik ga voor mezelf nog een bak koffie maken en nog even een broodje. Rebecca die weet dat ik eruit ben, Eonie zit te eten, kan dat zoiets achter de deur te eten. Hij heeft de pan weer leeg geslobberd en hij heeft de brokken op staan. Hij krijgt maar vanavond nat voer en de katten krijgen twee keer en dan houden ze de eerste keer over. Krijgen ze tussen de middag ook weer, of tenminste later op de dag, laat ik het zo zeggen. Ja, en ik denk dat ze het al in één keer opeten. Denk ik. Maar ja, wie ben ik? Maar oké, het is vreemd weer. Het heeft gespoeld vanochtend. Ik heb nu de tuindeur open. Het is nou wel droog. Maar het is ook ontiegelijk bewolkt. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar hier wel. En ik denk dat het door het hele land is. En ik zie een appje. Oh ja, dan kijk ik zo even. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. En ja, ik weet niet wat jullie doen gaan vandaag. Iedereen heeft ook zijn eigen zorgen om zich heen. Die moet dit doen, die moet dat doen. Nou, dat hebben we allemaal. Ik zou gisteren die camera al gelicht hebben. En eergisteren heb ik ook nog steeds niet gedaan. Dus ja, ook ik heb andere dingen te doen, zoals jullie weten. En ja, het komt allemaal wel goed. Ze zeggen, geniet ervan. Met wat jullie zelf doen gaan, voor mijn part is het stofzuigen of strijken. En ja, ik kan het wel, maar ik moet niet kijken hoe. Ja, ik heb maar één kledingstuk strijken, dat kan ik al niet meer. Dus ja, dat is ook niet de moeite om me dat even te filmen. En dat staat boven allemaal. En stofzuigen, ja, dat doe ik aan mijn stoel vandaan. Soms doe ik het wel lopend, maar dan heb ik de stok er ook bij. En die zit ik af en toe tussen mijn benen. Ja, hoe moet ik het anders doen? Maar het maakt allemaal niet uit. Nee, Rebecca kan ook elk moment komen. Dus lieve vrienden, ik hou er weer mee op. Want ik mag haar, ze wil zelf wel, maar het mag niet van haar baas. Dus dan doen we het ook niet. Nee. Ja, de voeten mogen erop, de stem mag erop, maar... Nee, doen we verder maar eventjes rustig aan. Ja. En jullie horen me vandaag wel weer. Ik zou zeggen, later. Ja, lieve vrienden, het is alweer 18 minuten over 1. Rebecca is net weer naar huis toe om een hapje te eten. En dan is ze weer lekker vrij. Ja, kan ze weer naar de vriendin toe of weet ik veel wat. Ja, oké, ze heeft ook kindertjes, maar ik geloof te begrepen te hebben dat die bij oma zijn aan het logeren. Want ja, die hebben nog vakantie, dus ja. Maakt ook niet uit, heeft ze lekker even het rijk alleen. Ja hoor, maakt niet uit. Ik ga even kijken of op internet of nu aankomend weekend dat zwem van Den Helder naar Texel doorgaat, waar wij naartoe zouden gaan. Ja, dat zwemmen voor spieren. Oftewel spieren voor spieren heet het. Dus ja, ze gebruiken hun spieren om te zwemmen, om kinderen te helpen die een spierziekte hebben. Al het geld dat ingezameld wordt, gaat daar naartoe. Ja, nou dat is een heel mooi doel, een heel mooi streven. En ieder jaar wordt er weer, ik weet niet of er geld voor binnengehaald. Maar ja, het moet wel doorgaan, want met slecht weer gaat het niet door. Dat kunnen ze niet maken. Dat is ten eerste al gevaarlijk. En ten tweede, ja, dan moeten de mensen komen kijken. Ja, en als het slecht weer is, dan komt er geen haan naar te kijken. Nee. Dus ja, dan ga ik even kijken. En dan, ik hoop. Ze zeggen, we krijgen een nat weekend. Het weerbericht, dus ja. Wat het gaat worden, ik weet het niet. We wachten het af. Ik ga even kijken, even googelen. En dan komt het allemaal wel goed. Ik zou zeggen, tot straks maar weer.
En toen had ik musjes in de tuin. Hoe leuk is dat? Vind ik mooi. Hoe mooi is dat? Geweldig. Ze kwamen net al aangevlogen. En ze waren aan het pikken, waarna ik weet het niet. Ik denk, weet je wat, ik zet een schoteltje met eten neer op mijn tafel. En zo van die doelen ken ik het even filmen voor jullie. Hoe mooi is dat, hè, in je eigen tuin. Wie weet dat ook wel eens. Ik vind het zo mooi, hè. Leuk, hè? Echt heel bijzonder dat ze zo dicht bij een huis komen. Vroeger, zodra je ook maar een deur open deed, vlogen ze weg, maar ook dat is er niet eens niet meer bij. Net over, ik liep net een scheur toe en ja, er waren wel een paar die wegvlogen, maar de meeste bleven toch zitten. Dan denk je toch, ja, een vogel moet toch schuw zijn van ons mensen, maar ook niet, hè. Nou, ik zie nou even niks meer, nee. Maar ik vind het geweldig, zo is het wel, ja. Dat hebben we ook weer eventjes gehad. Dus ja, het plantje en het roodertje. Hé? Ja, nou. Oeh, ja, nou. Ja. Zo is dat. Ja. Nou, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ja, lieve vrienden, het is alweer... We zien 5:51, de dieren die begonnen te surfen, we hebben zin in wat, dus die heb ik al aan het eten gezet. Ja, die zitten heerlijk te smikkelen en te smullen. En natuurlijk is Gandalf in de hal, ja. Dus ja, ik heb zelf eigenlijk ook al wel wat zin. Misschien ook zin in wat te krijgen, dus ik ga zo meteen ook mijn hapje maar klaarmaken.
Dan heb ik ook weer wat aan mijn avond. Ja, de ene keer eet ik vroeg, de andere keer eet ik laat. Maar ik wacht nou eerst op hun. En ik moet ook nog groente klaarmaken voor morgen. Ik moet vlees bakken voor morgen. Dus ik doe dat eigenlijk eerst. Dan heb ik dat ook maar weer gehad. En dan mijn eigen trakkie opwarmen. Even mijn kettingen goed doen of zo. En ja, ik denk dat ik maar broccoli voor morgen klaarmaak. Ja, dat is ook lekker. Ik heb het al klaarleggen of het aanrecht. Dus ja, dan moet ik even schoonmaken. En dan kook ik het zo vast. Dan hoef ik het morgen alleen nog eventjes aan te maken met wat kruiden, wat nootmuskaat, eitje erbij of wat dan ook. Is ook altijd lekker. Ja, vleesje, wat voor vlees. Ga ik even naar de kant, Frodo. Ga even naar de kant, kan ik erbij. Dan moet ik dan hier onder wezen. Ze leggen op elkaar. Hoe kan dat nou? Ja, weet ik ook niet. Ze leggen op elkaar. Gelderse schijf gaan we eten erbij. Ja, dat is ook lekker. Dan gooi ik het gelijk op. Zo. Ga je er weer bij leggen? Ja, denk je dat het zo gaat? Je krijgt wel je kap weer om, want hij is maar bezig en hij is maar bezig. Iedere keer maar bij zijn poot aan het kauwen en het bijten en het doen. Hele kale plek op zijn poot, ja. Mal beest. Nou, het heeft vanmiddag ook geregend, want ik heb het schoteltje met zaadjes voor de vogeltjes te eten hè, binnen moeten zetten. Dus ja, ik zet het zo weer even buiten. En ze weer lekker bij. Ja, vind ik leuk. Helemaal geweldig. Ja, en mijn vloer die gaat maar kapot en die gaat maar kapot. Nou is het strookje wat ik erin lag, bestaat nou uit twee. Dus het wordt een puzzeltje. Ja, ik hoop dat mijn big brother er meer verstand van heeft dan ik, wat we eraan kunnen doen. Maar ja, moet ik dan nog even wachten, want die zit zelf ook in de rotzooi, want die gaan verhuizen. En die komen lekker dichterbij wonen. Ja. Ben ik heel erg blij mee. Dus, maar ja, dat zullen we dan wel beleven en zien. En uitdokteren en uitvogelen wat we hier nou mee moeten. Want ja, ik snap er zelf ook niks meer van hoe we dit kunnen doen. Ik zit te denken om deze vloer erin te laten leggen. En dan alles wat los zit weer vast te lijmen en dan... zeil eroverheen of zo, weet ik veel. Maar daar moet je ook geld voor hebben, dus dat kost ook al veel geld. Dat zijn ook weer, 2-3 vakantielonen bij elkaar. Dus het zal ook over een jaar of 3 pas wezen dat dat kan. Maar ja, als iemand anders er een idee voor hebt, en ook die kale plekken erin vanwege mijn stoel. Oké, je kan dan een bureaumat kopen. En die erop leggen, maar dan zijn die vlekken niet mee weg. Nee. Ik vind het eeuwig zonde. Want ja, mijn man en ik die hebben het al toch samen met bloed, zweet en tranen ermee gewerkt. En 3 weken erover gedaan. Want ja, de meubels die stonden erin. En het was beetje bij beetje. Ook vanwege mijn man zijn spierziekte. En dan met mijn eigen lichaam. Dus ja, dat houdt niet op, hè. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie namiddag. En voor straks een smakelijke eten. En geniet van je avond. En natuurlijk ook voor later. Welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En natuurlijk gezond weer uit je bed komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ja, ik heb een bank opstaan. Hij stond zo scheef, ik denk, hou hem wel vast, maar dat zo dan. Maar in ieder geval, tot morgen. Doei doei!